Vandaag vertel ik het verhaal van Sneeuwwitje. En dat vertel ik uit mijn eerste sprookjesboek. Ja, toen ik een kindje was, heb ik dat boek gekregen. En nu vertel ik het aan jullie. Sneeuwwitje. Er was eens een lieve koningin. Ze zat voor het raam van het paleis te borduren en ze dacht, oh, ik wou dat ik een dochtertje kreeg. Een lief klein prinsesje met een sneeuwwit gezichtje, vuurrode lipjes en gitzwarte haren. Wat zou ik dan gelukkig zijn? En een jaar later kreeg de koningin een kindje. Het was een lief prinsesje, precies zoals ze gewenst had. Maar ach, de lieve koningin ging dood en de koning trouwde met een andere mevrouw. Ze werd de nieuwe moeder van het prinsesje, dat Sneeuwwitje heette. Niemand wist dat zij een gemene, jaloerse heks was. En iedere dag stond zij voor haar spiegel en ze vroeg, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? En altijd antwoordde spiegel dat de koningin de mooiste was. Maar op een dag zei de spiegel, Sneeuwwitje, die is veel mooier. Toen werd de koningin vreselijk kwaad. Zij riep de jager en ze zei, neem Sneeuwwitje mee naar het bos en schiet haar dood. Maar de jager kreeg medelijden met het lieve meisje en ze liet haar achter in het bos. Al gauw werd ze vriendjes met de dieren. Die wezen haar een heel piepklein huisje, het huisje van de zeven dwergen. Ik ben helemaal alleen, mag ik bij jullie komen wonen? Ik zal goed voor jullie zorgen, zei Sneeuwwitje tegen de dwergen. En dat vonden de dwergen wel heel fijn, want zij werkte heel de dag in het bos en in de mijn om diamanten te gaan halen. En als ze 's avonds thuis kwamen, dan moesten ze nog eten koken, bedden opmaken, vloeren schrobben en nog veel meer. Ze waren blij dat Sneeuwwitje dat voor hen wilde doen. En vanaf die dag was hun huisje altijd keurig netjes. En elke avond als ze thuis kwamen, stond er een heerlijk lekker maal klaar. Wat was Sneeuwwitje blij bij die dwergen? Ze dacht nooit meer aan die boze koningin. Die stond ondertussen voor haar spiegel en ze vroeg, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het hele land? En toen kon de koningin haar oren niet geloven, want de spiegel zei, u bent heel mooi, koningin. Maar Sneeuwwitje, bij de zeven dwergen, die is nog 1000 maal mooier. Dan werd die koningin wel heel erg kwaad. Ze bedacht een heel gemeen plan. Ze spoot vergif in een appel en ze verkleedde zich als appelvrouwtje. Ze ging op weg naar het huisje van de zeven dwergen. Ga je voorzichtig zijn? En iemand binnenlaten, vroegen de dwergen aan Sneeuwwitje voor ze naar hun werk gingen. Maak jullie zich maar geen zorgen, lachte Sneeuwwitje. En ze zwaaide de dwergen uit. Juist toen ze de vloer wilde dweilen, werd er op de deur geklopt. Een oud appelvrouwtje vroeg, heb je misschien zin in een lekker appeltje, lief kind? En Sneeuwwitje vergat wat de dwergen hadden gezegd. En de appel zag er zo lekker uit. Ja, Sneeuwwitje had er wel trek in. Ze pakte de appel aan, nam een hapje en viel op de grond. Lachte de koningin. Nu ben ik de mooiste van het land. Want ze dacht dat Sneeuwwitje dood was. Ze wist niet dat een stukje appel in de keel van het meisje was blijven steken. En dat wisten de dwergen ook niet. Oh, wat waren die dwergen verdrietig. Ze legde Sneeuwwitje in een kist en bleef verdrietig bij haar zitten. Ze huilde tranen met tuiten en ze hoorde niet eens dat er iemand aankwam. Het was een knappe prins op een wit paard. Wat is er hier aan de hand? Vroeg de prins verbaasd. Sneeuwwitje is dood. Wat moeten we doen? Snikte de bedroefde dwergen. En toen pas zag hij Sneeuwwitje. Was meteen verliefd op haar. Oh, mag ik haar meenemen naar mijn kasteel, smeekte hij.
Jullie mogen elke dag naar haar komen kijken. En dat vonden de dwergen wel goed. Ze konden de kist immers niet in het bos laten staan. Voorzichtig zetten ze de glazen kist op hun schouders. Oh, dat is zwaar. Oh, help, ik val, riep de voorste dwerg. En met een smak viel de glazen kist op de grond. Dat stukje appel schoot los uit de keel van Sneeuwwitje. Oh, wat heb ik lang geslapen, zei het meisje. En verbaasd keek ze om zich heen. Van blijdschap begonnen de zeven dwergen te dansen. En de prins gaf Sneeuwwitje een dikke kus. Wil je met me trouwen? Vroeg hij zacht. En dat wilde Sneeuwwitje wel. De prins nam haar mee naar zijn prachtige kasteel, waar ze nog lang en gelukkig leefde. En de dwergen die kwamen natuurlijk heel vaak op bezoek. En de boze koningin? Die zagen ze nooit meer terug. Goed, hè?